Vanuit kennisinstituten in het Rijk van Nijmegen zijn in het verleden diverse start-ups ontstaan. Merkagem en Synton zijn daar belangrijke voorbeelden van. In Nijmeegse Kennis gaan we op zoek welke nieuwe pareltjes zich hier in de regio aan het ontwikkelen zijn. Elk jaar wordt er bij ongeveer 12.000 mannen prostaatkanker geconstateerd. En ik behoor tot de risicogroep. Hoog tijd om mezelf eens te gaan oriënteren. We praten met Jacques Schalke als biochemicus verbonden aan het Radboud UMC. En tegenwoordig ook directeur onderzoek bij MDX. Je bent biochemicus, maar je werkt binnen urologie. Wat heeft biochemie met urologie te maken? Ja, Guido, dat is een lang verhaal. Ik ben in het ver verleden, zo'n 30 jaar geleden, als biochemicus in contact gekomen met de afdeling urologie. En toen zagen we dat er veel onbeantwoorde vragen waren. En heel kort gezegd, wat we nu doen, is de biochemische en de moleculaire biologische technieken inzetten om urologische vraagstukken op te lossen. En dat noem jij piskijken? Ja, zo zou je het kunnen noemen, piskijken. Ja, goed, piskijken is de oudste vorm van diagnostiek, eigenlijk al uit de 17e eeuw, waarbij uit de geur, de kleur en vergeet niet, de smaak van de urine toch een aantal diagnoses gesteld konden worden door de piskijker. Was iemand echt aan het kijken en wat ontdekte hij dan? Nou, een heel concreet voorbeeld is dat je proeft aan de urine. Het is zoet, suikerziekte. Je gaat een beetje rond, schuimt veel, eiwit, nierfalen. Oh, okay. Voor goed begrip, hè, hoeveel mensen hebben in Nederland prostaatkanker? Hoeveel grote groepen mensen moeten hebben? Elk jaar worden in Nederland ongeveer 12.000 mannen prostaatkanker vastgesteld. Een groot gedeelte daarvan, misschien wel 40%, hebben eigenlijk een vorm van prostaatkanker die misschien niet eens een behandeling nodig heeft. Dat noemen we eigenlijk de hele rustige varianten van prostaatkanker. Maar in principe bij 12.000 mensen wordt geconstateerd. Ja. En dat wordt geconstateerd via een PSA-test. Wat is een PSA-test? De PSA-test is eigenlijk de alarmbel. Ja. Iemand laat de PSA testen. Is hij groter dan 3, dan zal de uroloog voorstellen om een biopsie uit te voeren. Een biopsie? Wat is een biopsie? Er wordt via de endeldarm wordt er in de prostaat geprikt 12 keer. Dat weefsel gaat naar de patholoog en die zegt het is kanker of het is geen kanker. En als het kanker is, het is een rustige vorm of het is een hele agressieve vorm. Maar uiteindelijk wordt dus via zo'n biopsie wordt er iets uit je prostaat gehaald. Je prostaat zit helemaal midden in het lijf, zeg maar. En dan wordt er met een naald uitgehaald of zo. Hoe moet ik me dat voorstellen? Het 12 keer wordt er met een, het heet een biopsie gun, wordt er een naaldje ingeschoten en het weefsel komt eruit. En dat wordt verder geanalyseerd door de patholoog. Lijkt me niet lekker. Het is niet fijn. Het is pijnlijk. Het kan pijnlijk zijn. Er zijn ook complicaties mogelijk. Onder andere infecties. En ongeveer bij 3 van de 100 mannen is het zo erg dat ze terug moeten naar het ziekenhuis. En een enkeling moet zelfs opgenomen worden in de IC. Dus het is zeker geen ongevaarlijke diagnostische procedure. Nee. Waarom moet je dat überhaupt toucheren? Waarom aanraken? Dat is de makkelijkste manier om bij de prostaat te komen. Krijg je dan ander soort urine dan als ik gewoon normaal een plas doe? Ja, want de prostaat is een klier en die scheidt vocht af, wat uiteindelijk in de plasbuis komt bij een ejaculatie. Okay. Maar in dat vocht zitten ook de kankercellen. Ja. En dat is eigenlijk een doorbraak die wij hebben bewerkstelligd in 2003, toen we dat voor de eerste keer lieten zien. Ja. Dat je met de urinetest kunt voorspellen wat er in het biopt gevonden wordt. Op dit moment is het nog steeds zo natuurlijk dat de biopsie de gouden standaard is. Dus de uitslag kan zijn van het is een enorm laag risico. Je kunt veilig terug naar de huisarts en misschien over een jaar nog eens een keer laten controleren. En is het niet veilig, dan krijg je een percentage kans dat er hooggradige kanker is. Dus kanker die behandeld moet worden. Ja. En dan zal de patiënt samen met de uroloog zeggen van oké, deze onzekerheid neem ik niet, doe die biopsie maar. Maar dan is het in ieder geval zo dat die biopsie in het grootste gedeelte van de gevallen ook daadwerkelijk wat aantoont. Dus je hebt veel minder onnodige biopsieën. En datgene wat je vindt, is meestal ook de kanker die behandeld moet worden. Ja, ja, dus die overdiagnose heb je ook niet. Als jij dat krijgt te horen van de uroloog, die zegt van ja, we hebben wel een kanker gevonden, maar hoef je niet te behandelen, ben je toch ongerust. En in dat veld zeg maar, opereren we nu juist met deze test. De hoogte van het PSA-gehalte in het bloed is een aanwijzing voor prostaatkanker. Bij een verhoogd PSA-gehalte worden dan via de anus biopten van de prostaat genomen. Een pijnlijke en vooral ook risicovolle onderneming.
Wij gaan nu praten met Rianne Hendricks. Zij is urologe in opleiding aan het UMC. Zij leidt een landelijk onderzoek met betrekking tot deze test en controleert dus of de test doet wat hij moet doen. Dag Rianne, jij bent verbonden als uroloog in opleiding op het UMC, aan het UMC. Dat klopt. Wat doe jij bij deze urinetest? Hoe ben jij daarmee verbonden? Ja. En mijn promotieonderzoek is vooral gericht op deze urinetest. Ik doe onderzoek bij de urologie en op het laboratorium. Dus ik ben als artsonderzoeker daaraan verbonden. We hebben een heel groot onderzoek opgezet in meerdere ziekenhuizen in Nederland. Daar ben ik een van de coördinatoren van. Dus voor zowel het verzamelen van alle informatie als het analyseren van de gegevens. Nou, voorkomt deze test het afnemen van biopten? Jij bent ook bij die biopte betrokken. Hoe gaat er zo'n biopte in zijn werk? We hebben verschillende soorten biopten. De meest gebruikte vorm is het afnemen van echogeleide prostaatbiopte. Dat betekent dat een patiënt op de polykliniek zo'n onderzoek ondergaat. Die ligt meestal op de linkerzij. En dan kun je via de anus een echoproop inbrengen en dan via deze weg ook de hapjes van het weefsel nemen. En dat zijn 12 biopten die je neemt. Lijkt mij pijnlijk. Dat wisselt per patiënt. Het is natuurlijk geen onderzoek waar iedereen ontzettend naar uitkijkt. Maar het is per patiënt wisselend hoe vervelend het is. Het grote voordeel is dat het binnen 10 minuten ook klaar is. De MDX-urinetest zorgt er dus voor dat men in de urine een onderscheid kan maken tussen een rustige of een agressieve vorm van kanker. En dit voorkomt risicovolle biopsies. PSA wordt gemeten in het bloed en om het heel eenvoudig uit te leggen, boven de 3 gaat eigenlijk het licht op oranje. Ja. En dan zul je eigenlijk het voorstel moeten krijgen om een biopsie te nemen. Is hij boven de 10, dan is echt het licht op rood. Dus je zou kunnen zeggen onder de 3 groen, boven de 10 rood. Ja, ja, maar ja. Tussen de 3 en de 10 is echt een twijfelgebied. Maar als ik nou bij jou kom, ik ben 67 en volgens mij zit ik in de risicogroep. Mm-hmm. Is het dan verstandig om naar mijn huisarts te gaan en te zeggen van neem eens een PSA-test af om te kijken of ik mogelijkerwijze risico loop? Nou, dat is een heel, heel belangrijk dilemma, Guido. Want eigenlijk, 3 jaar geleden zou ik zeggen van, dan moet je je wel realiseren dat je in een traject kunt komen wat ertoe kan leiden dat je misschien zelfs onnodig behandeld wordt. Nu, anno 2017, nu we de SELECT-test ontwikkeld hebben, weten we in ieder geval, als je in dat oranje gebied komt, tussen de 3 en de 10, dan heb je nog een diagnostische test achter de hand om al dan niet die biopsie uit te voeren. En dan ongeveer de helft van de mannen blijkt dat dan niet nodig te zijn. Als je in Nijmegen woont, binnen het Radboud ziekenhuis wordt de test nu breed toegepast, dan weet je in ieder geval dat het besluit om dat biop te nemen veel beter gefundeerd is. Dus eigenlijk voorkom je een heel hoop medische handelingen door deze test te gebruiken en bespaar je uiteindelijk ook veel kosten in de gezondheidszorg. Klopt. In welke orde van grootte moet ik denken? Heb je daar een idee van? Of? We hebben samen met een afdeling binnen het Radboud UMC een modelmatige analyse gedaan. En dan blijkt dat we door de test uit te voeren in Nederland potentieel miljoenen kunnen besparen. En bovendien de kwaliteit van leven van de mannen, die neemt toe. Want een biopsie ondergaan is niet fijn. De diagnose kanker, maar het is een rustige, is niet fijn. Het is gepubliceerd, dus we hebben echt de kosten-effectiviteitsanalyse gedaan. En hoe zit het met de verzekering? Worden deze soort testen verzekerd door de zorgverzekeraars? Ja, als je het een beetje volgt, dan weet je dat de zorgverzekeraars in het basispakket altijd fors achterlopen. Ja. Dat duurt een hele tijd. Gelukkig is het zo dat zorgverzekeringen nu ook bezig zijn met allerlei programma's om dit soort nieuwe diagnostiek toch zorgvuldig te evalueren en terug te halen. Onder andere aan het Radboud UMC doen we dat. En ik pak natuurlijk gelijk het Canisius Wilhelmina ziekenhuis erbij. Wordt het daar ook toegepast? Nou, Radboud UMC en het Canisius Wilhelmina ziekenhuis hebben samen 1 prostaatkankercentrum. Okay. Dus in principe volgen ze dezelfde protocollen. Ja. En de omringende ziekenhuizen, gewoon om even een beeld te hebben van want er zijn hoeveel ziekenhuizen in Nederland? Ik denk ongeveer 100. Als we gaan kijken naar het verleden, naar de voorloop van deze test die van mijn laboratorium kwam, dan had je ongeveer 3-4 jaar nodig om ongeveer een penetratie te krijgen van zo'n 40-50%. Nu zitten we nog echt in de eerste jaren natuurlijk, het eerste jaar van de introductie. De prostaattest is oorspronkelijk ontwikkeld door een spin-off van het UMC, Noviogendix. Noviogendix is inmiddels overgenomen door MDX. En misschien aardig om te weten, een paar weken na dit interview kon ik mijn nieuwsgierigheid niet onderdrukken. En
heb ik een PSA-test gedaan. Gelukkig, een veilige score. Geen MDX-prostaatkankertest voor mij.